Ja. Ik vind het prettig en ook een beetje griezelig. Ik weet niet, ik ben er natuurlijk zeer vereerd mee. En zeker als ik deze prijs bekijk en zie wie hem hier zoal gehad heeft, dan is dat toch wel een bijzondere prijs. Dus ik ben daar zeer dankbaar om, maar daar werken we niet voor natuurlijk. We werken voor plezier. Maar doet dat je iets of is het eerder een opdracht? Het zou gelogen zijn als ik zou zeggen dat het niet mijn ijdelheid een beetje streelt. Natuurlijk, het is prettig om te krijgen, maar dat is de dag daarna dan ook wel weer vergeten. Je moet gewoon door, dan gaat het leven weer door. Ik moet morgen om 2 uur weer in Parijs repeteren en gaat het leven gewoon door. Dus zo'n prijs is bijzonder prettig en zeker deze, ik ben hier wel blij mee. Ja. Vele rollen die je gespeeld hebt. Wat is nu bijgebleven in al die jaren? Dat ik een zondagskind ben. Dat ik een gelukkig man ben. Ik word gevraagd, ik speel mooie dingen. Soms minder mooie, maar ja, dat hoort ook bij het leven. Dus ik ben een gelukkig man. Ja, er zijn... Ik heb een hele uitgebreide filmografie, als je wil, die IMDb. Er staat alles in, ook dingen die ik zelf al heel lang vergeten ben. En er zijn zo'n 10 dingen waar ik van denk, dat is de moeite waard geweest. Daarom dat ik die gedaan heb, daar ben ik blij. De rest, dat hoort er dan bij. Je kan ook niet alleen maar die 10 kiezen, want je moet die andere ook doen om die 10 nooit te kunnen doen ofzo. Dus het is ook wel met elkaar verbonden. Maar echt dingen waar ik zelf gevoel van heb gehad, hier ben ik rijker aan geworden van binnen. Het heeft mij wat opgeleverd, het is een avontuur. Ja, denk ik zo'n 10, 12. En dat is wel veel, hè. De grootste jongen, weet ik niet. Met het plezier om iets gedaan te hebben en tevreden te zijn over iets, heeft nog niet eens te maken met of ik daar dan ook echt zo verschillend goed in ben. Ik vind mezelf ook niet zo, ik weet het niet. Alles over de Belgische cinema op cinefox.be. Cinefox.